Gaat Poetin Oekraïne binnenvallen? De hoop is dat een gesprek vandaag tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de VS de situatie deescaleert. Het zijn dus Antony Blinken en Sergei Lavrov die met elkaar in gesprek zijn. Jij noemde het net de laatste kans. Voelen zij dat zelf ook zo? Hangt er zoveel van af vandaag? Ja, omdat er vorige week al op hoog niveau gesproken is. Bilateraal tussen de Amerikanen en de Russen. Dan later was er in de week was er een grote meeting bij de NAVO en bij de OVSE. Andere veiligheidsorganisatie in Europa. Hij heeft allemaal niets opgeleverd. Integendeel, er kwam een ultimatum. We eisen schriftelijke garanties dat de NAVO niet uitbreidt naar het oosten. Dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat de Amerikanen alle nucleaire wapens weghalen. Het zijn allemaal absurde eisen. Nou, even daarop inzoomen. Want er wordt natuurlijk vanuit de NAVO ook steeds gezegd van, nou ja, het is helemaal niet realistisch dat Oekraïne erbij komt. Ja. Het zit in een grensgebied. Dus waarom zou je dan als Westen of als NAVO dat niet schriftelijk willen opschrijven? Waarom zou je niet aan zo'n eis tegemoet komen? Omdat Rusland daar helemaal niet over gaat. Hè? Dus, maar als dat nou de boel deescaleert en je bent er toch niet van plan? Even advocaat van de duivel. Omdat je dan aan een autocraat toezeggingen gaat doen die helemaal geen lid is van jouw club. Mm-hmm. Lijkt me een kwestie van logica. Ja. En overigens, wat opmerkelijk is, is dat Poetin... Ik zat vanochtend nog een stuk te lezen in Foreign Policy waar de oud-NAVO-chef Robertson werd geïnterviewd. En die heeft gezegd dat hij op een gegeven moment een gesprek heeft gevoerd 20 jaar geleden met Poetin, waarin Poetin zei, kunnen wij geen lid worden van de NAVO? Oh ja. Ja, en zo zie je dus de evolutie in het denken van Poetin. Na de inval in Georgië, na de inname van de Krim, is dat denken totaal veranderd. Vergeet ook niet dat in 1994 de Russen... Rusland heeft toezeggingen gedaan, veiligheidsgaranties gegeven aan Oekraïne, in ruil waarvoor Oekraïne zijn nucleaire wapens heeft ingeleverd. Ja. Dat vergeet iedereen, maar dat zijn wel de harde feiten op de grond. En nu hadden we afgelopen week natuurlijk die toch wel opmerkelijke speech van Biden ten ere van zijn eenjarig bestaan als president. Ik dacht, is hij nou olie op het vuur aan het gooien? Wat was daar aan de hand? Want hij zei natuurlijk dat Rusland een inval ging doen. Het was een blackout, mogelijk als gevolg van de zenuwen die Poetin test. Het westerse zenuwstelsel. Dit had hij niet bedacht van tevoren om te gaan zeggen. Nou, dit was... hij gaat in het openbaar speculeren over of Poetin een grote of een kleine inval gaat doen. Wat dacht je toen je dat las? Nou ja, ik kon mijn ogen niet geloven en mijn oren niet geloven. Omdat ik dacht, ik denk dat Biden van 20 jaar geleden dit nooit gedaan zou hebben. En je zag ook de paniek. Het Witte Huis gaf binnen een half uur een statement uit om dat te corrigeren. En gisteren zat Biden als een robot met de ogen aan het papier gekluisterd een verklaring voor te lezen waarin hij totaal afstand nam van zijn eigen woorden een dag eerder. Dat geeft dus aan hoe hoog de spanning oploopt. Overigens ook Macron heeft een hele vreemde toespraak gegeven in het Europees Parlement waarin hij gezegd heeft, wij als Europese Unie moeten rechtstreeks met de Russen gaan spreken, buiten Amerika om. Daarvan heeft iedereen gezegd op hoog niveau in Brussel, dwaze uitspraak van de Franse president. Ja, want wat zit daar dan weer achter? Wij willen ook laten zien dat we... Zeker. Frankrijk wil natuurlijk, daarvan zei een Nederlandse diplomaat gisteren, ja, Frankrijk gebruikt Europa als instrument voor de Franse macht. Maar uitgerekend, op dit moment in een crisis is dat niet de goede methode. Je moet nu proberen Poetin tot inkeer te brengen. Ja. En wat mij wel opvalt is, en dat als je ook naar eerdere crisis kijkt, is dat het Westen geen druk weet te zetten op Poetin. Er is geen afschrikking, waardoor Poetin ook denkt, ja, hoe ver kan ik nou eigenlijk mijn gang gaan? Heb je nog een suggestie, een soort diplomatieke manier om dit nog te sussen? Proberen toch met de Russen in gesprek te komen over oefeningen, communicatie, conflictbeheersing, wapenbeheersing. En misschien dat daar nog een kleine mogelijkheid is.